Oké. Ik weet niet of het te zien is. Oh, nou valt hij eraf. Wat stom. Hier zijn er nog meer. Kijk hoe leuk. En deze is echt zo gaaf. IJspegels. Hier. Allemaal ijspegels in de takken. En nu is natuurlijk de challenge om een Keyflow Salutation te doen in de sneeuw. Dus ga eens kijken of dat lukt. Gewoon, ja, ik zal mijn handschoenen uit doen gewoon. Mijn muts uit. Mooier zou nog zijn als ik het op blote voeten zou doen. Maar je kan natuurlijk thuis online les gaan geven. Maar je kan ook zeggen van, hé, ik ga lekker naar buiten. En ik ga gewoon buiten. Buiten een Keyflow doen. Dus dan gaat die basishouding. Ga er gewoon lekker even doorheen. Beetje je heupen uitschudden en zo. Handen. En dan pak je die denkbeeldige bal vast. Inademend neem je die mee omhoog. En uit, relax. In, verleng. Draai om je as uit, cirkel de bal. In, omhoog. En uit. Adem in, druk je voeten in de grond. Draai om je as. Uit, heerlijke cirkel de bal. Teken het om je heen. In. En chill. Inademend maak je lang en uit ga je 90 graden voor, over. In verleng en uit. Ontspan. Wow, inademend. Je armen omhoog en uit zo diep als je kunt naar opposite. Nou, dan gaan we op de schoenen. In en met mijn knieën in de sneeuw. En uit. Ik kan een platte voeten doen. Nu hou ik even gekrulde tenen. Lekker in het zonnetje. Inademen. Uit. Stap uit naar voren. Duw je naar voren. Adem in. Verleng. Wat in de zon. En uit. In naar je toe. En uit door de sneeuw weer terug. Pauze. Adem in. Andere been. En uit. Stap uit. Dat is natuurlijk een beetje anders dan thuis op de mat. Volgende inademing. Lekker lang omhoog. Uit weer terug. Adem in naar je toe. En adem uit. Lekker een seiza. Van die platte voeten. Inademend omhoog op gekrulde tenen uit. Dan ga je onderdoor. De denkbeeldige bal. Onderdoor in. En uit. Opposite. Inademend, dan ga je weer vooroverbuigen. En uit, rol omhoog. In. Op. En uit, een prachtige regenboog om je heen. Met twee potjes goud in de sneeuw. En dan sluit je af. Inademend. En uit. Arigato gozaimasu. Dank je wel en veel sneeuwpret en plezier.